Een hele goede middag. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw filmpje van de Extra Express. Mijn naam is meester Marijn. En vandaag neem ik jullie mee, want we gaan een bijzondere taal leren. Een extra taal. Vandaag leren we tellen tot 10 in het Japans. En dat is natuurlijk weer heel bijzonder. Zelf heb ik er ook op geoefend en is het me best wel snel gelukt. Kan je tot 10 tellen? Dan zou je ook wel tot 19 kunnen tellen. Maar dat zal ik je later uitleggen in het filmpje. Kom maar mee. Zo. Oké. Als eerst zal ik het even voordoen. Ja? Ichi. Ni. San. Yon. Go. Roku. Nana. Hachi. 9, 10. Oké, nog een keer, maar dan iets sneller. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu en ju. Waarvoor zou dit nou handig zijn? Ik neem jullie even mee. Ik zou graag een ijsje willen bestellen. Go? Konnichiwa. Dat is hoi of goedendag in het Japans. We gaan de getallen nog een keer herhalen en ze zullen hier in beeld komen. Oké? Ik doe met mijn vingers mee, zodat jullie kunnen weten hoe ver we ongeveer zijn. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, chu. Oké? Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, chu. Dan hebben we hem weer tot 10. In het Japans is het zo dat als je verder gaat tellen van 10 naar bijvoorbeeld 19, dan zeggen ze 10 plus 1. Dat is samen 11. Zo spreken zij 11 ook uit. Dus stel dat je 11 hebt, dan is het ju ichi. 12 wordt dan ju ni. 13 is dan ju san. 14 is dan ju yon. 15 is ju go. 16 is ju roku. 17 is dan ju nana. 18 is ju hachi. 19 is ju kyu. Leuk om te weten. Ook leuk om mee te oefenen. Nu kun je dus in principe van 1 tot en met 19 tellen in het Japans. Wacha! Oké, laten we afsluiten met een leuk spelletje. Voordat ik dat spelletje ga beginnen, wil ik graag dat jullie hieronder abonneren, liken en in de reacties laten weten hoe oud jullie zijn in het Japans. Dat is dus de opdracht. Voor nu, ik ga zo tellen tot 10 in het Japans. En dan wil ik dat jullie thuis laten zien hoeveel vingers, hoeveel het is. Oké? We beginnen makkelijk. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, chu. Oké? Dat was natuurlijk gewoon van 1 tot 10. Oké, nu ga ik het iets moeilijker maken. Ichi, san, go, roku, hachi, ju. Ik ben benieuwd of jullie dit goed hadden. Laat hieronder ook weten welke getallen dat waren. En voor nu zeg ik dan tot de volgende keer. Tot een nieuw filmpje. Later!